rijke, ja, wat is het, Voorne Putten toch? Zuid-Holland zitten we. We zitten in Zuid-Holland. Jij zag deze plek en jij zegt op een gegeven moment, stop, dit is een leuke opname. Ja, bij, bij dat hek. Nee, oh ja, ik bedoel... Bij dat hek. We stonden eigenlijk, ja, bij dat hek, maar eigenlijk zijn we hier voor het pontje, maar dat doen we straks denk ik wel. Ja, zeker. Het pontje, dat wou ik je even laten zien. Maar jij vond dit wel een hele mooie plek. Jij zegt, stop, dit is ja, goed. Ja, ik moest... Want ik wil met jou ergens over hebben, want als je bij ons in de camera kijkt en we kijken op de achtergrond van onze opname, ja, zien wij weer... Hebben we weer iets met dat elektriciteitscheck? Nou, zelfs als we voor ons kijken, zien we ook al elektriciteit. Nou, zien we elektriciteitsmasten. Een bak elektriciteit zien we hier. Nou ja, het leukste wat we nu zien, wat wij zien, is een elektriciteitsmast. En jullie zien, of jij ziet, een windmolens. En het probleem met de windmolens is, ja, die elektriciteit, dat is gewoon een probleem aan het worden. We hebben daar wel eens eerdere opnames over gemaakt. Het lijkt wel, als het niet zo is, wil ik het graag, moet je me gelijk onderbreken, dat het een rode draad bij ons door die afleveringen loopt. Ja, is dat een beetje zo? Ja, het is misschien door mijn achtergrond, omdat ik met die elektriciteitstransitie bezig ben geweest. Nee, zo ervaar ik, ik dat ben, niet. Ik let er wel een beetje op. En elektriciteit is eigenlijk wel vrij belangrijk. Want als wij geen elektriciteit zou zijn, dan zou je deze opname geen eens kunnen zien. Nee, oké. Okay. Maar de nieuwe elektriciteit, de zonnecellen en de windmolens, ja. En ja, je gaat natuurlijk... we hadden even een voorgesprekje. Ik was... laatst was ik bij een etentje. En daar had ik het er ook over. Er was een man die had een elektrische auto. Die had een elektrische auto. Ja. Oh, vertel. En die heeft hem weggedaan. En die rijdt nu gewoon weer benzine. Ja, maar dat is het nou juist. Hè? Dat hoor ik vaker. Ik weet niet of jij dat hoort. Maar mensen die een elektrische auto gehad hebben, of hebben, die stappen ervan over en die gaan benzine. En de belangrijkste reden is ook op vakantie. Ze kunnen er niet meer op vakantie. Ik wil, als ik je mag onderbreken. Ja? Er zijn een aantal in mijn netwerk die zijn begonnen ooit aan een elektrische wagen. En die hebben een jong gezin. Ja? Gaan op vakantie. Ja. Altijd netjes sterker met de auto. Maar die zijn ermee... Ja, die toch wel een bepaalde paniekangst. Angst kwam er gewoon tevoorschijn. Want ze gingen met die auto op vakantie. Ja. Nou, dat heb gewoon 3 dagen langer geduurd, Jack. Want want je moet gaan plannen nu. Ja, kijk, als je dat over 10 jaar gaat doen, dan heb je waarschijnlijk op elke hoek van de straat heb je zo'n ding. Dan prik je hem in en je haalt je kaarten langs heen en dan kan je gewoon opladen. Ja, ja. Maar die hebben nou gewoon toch een extra auto erbij gekocht. Voor de vakantie. Voor de fossiele brandstof. Nou ja, ik ken zelfs mensen die een elektrische auto hebben. En als ze op vakantie gaan, dan huren ze een benzineauto. Nou, dat bedoel ik. Dus is het dan ook wel alweer een goede oplossing? Maar wat praten we dan weer over, joh? Weer over invloed. We moeten dus als leek moeten we dan weer gaan investeren. Wat eigenlijk nog te vroeg is, volgens mij. Nou ja, ze lopen als zoete broodjes van de band of die elektrische bakken allemaal. Ja, want mijn garagehouder die zei van koop nog geen elektrische auto. Stop er nog even mee voordat die helemaal een beetje uitontwikkeld is. En koop ook geen Tesla. Ik ga even zeggen Tesla. Het probleem is, als je een Tesla koopt, veel jongeren die kopen een tweedehands Tesla. En de onderhoud is bijna niks. Je hebt bijna geen onderhoud. Dat heb ik gehoord, ja. Ja, het enige probleem is de achterbanden, of de banden gewoon. Want je geeft gas op de 4 wielen, die gaan meteen, zijn meteen aangedreven. En nou ja, die jongens die rijden er niet echt rustig mee. Die banden slijten en daar moeten speciale banden aan, dat zijn niet gewone maar, banden. Maar oké, dan gaan we even toch over naar Tesla. Duur ik ga het toch benoemen, Tesla. Ja, maakt niet onze, uit. Onze vriend Elon Musk. Ja. Zeggen de tweedehands Tesla's kan je kopen voor een leuke prijs. Maar ja. Weinig onderhoud. Ja. En je kan gegarandeerd... Kan je ook, heb ik zoiets begrepen, gratis opladen? Wat was dat verhaal van Tesla? Bij Tesla, er is geloof ik in Schiedam is er een meneer, die zit geloof ik in de raad ook, die heeft een Tesla. Maar die heeft een hele oude Tesla. En ja, maar waar spreken we dan over? Ja, een van de eerste generaties denk ik. En daar kon je mee, daar zat erbij, daar kon je gratis opladen.
Dan kon je ergens bij een benzinepomp waar zijn oplaadpunt stond. Dat is zo'n speciale Tesla oplaadpunten. En dan kan je daar even... Nou weet ik dat bij onze nieuwe... het hotel wat bij ons op de hoek gebouwd is. Aan de noordzijde van Schiedam. Die hebben daar speciale Tesla punten staan. Dat weet ik wel. Novotel. Ja. Gewoon even de naam. Mag wel de naam noemen. Wij zitten niet bij... We zijn onafhankelijk. Wij mogen de namen, wij zitten niet bij de NPO natuurlijk. Maar is dat dan niet ook iets voor ons, dat we nou eens zeggen van... Nee, maar even serieus. Ik wil best meegaan in die ontwikkeling. En daar sta ik ook zeker voor. Mijn gezin ook. Mijn vrouw ook. Ik weet dat jij er ook open voor staat. Maar nou gaan we stel dat... Ik ga het toch weer noemen. Je hebt er een beetje een irritatie als je dat tegen mij altijd zegt. Maar ik ga toch zeggen, stel dat... Podcast gemist. Een Tesla van Elon Musk nemen. Als erbij. Nee. Ik wil een Mini. Mini? Ja, ik vind een Mini leuker. Nee, maar... Nee. Als erbij, hè, heb ik het erover. Nee, gewoon een Mini. Als zakelijk. Als in auto's zou nemen, dan zou ik toch een Mini nemen. En dan kan je eventueel de Countryman nemen met de twee deurtjes aan de achterkant. Dan kan je makkelijk de spullen mee doen. Dat is echt handig. Dus de deur aan de achterkant van zo'n Countryman is handig. En dan zou ik toch misschien de cabrio-versie nemen. Ik weet niet of de Countryman een cabrio-versie heeft, maar een cabrio-versie. Ik bedoel, als we nu zouden rijden met een cabriootje, dat zou toch lekker zijn. Okay. Maar ik bedoel, als je het toch doet. En het is elektrisch, hè. Ik heb er wel eens een keer mee gereden. Met een Mini? Ja, ik heb een hele leuke ervaring gehad met een elektrische Mini. Die kon je toen, tijdens de corona was er in de Ahoy Hall, hing er kunst. Want tijdens de corona kon je niet de musea in, dat was een gedoe allemaal, dat mocht allemaal niet. En toen had Museum Boijmans van Beuningen, die had de Ahoy Hall afgehuurd. En die had daar allemaal kunst neergehangen. Een grote kunst natuurlijk. Hoe lang is dat geleden? Nee, weet ik niet meer, dat zou ik moeten opzoeken. Die heeft grote kunst neergehangen. Zet het dus even bij in de comments. En dan kon je dus met een elektrische auto doorheen rijden. Dan kon je in een Mini, heb ik voor de eerste keer in een elektrische Mini gezeten. En dan reden mensen gewoon zo, kon je heel rustig doorheen rijden. En het voordeel natuurlijk elektrische auto in een hal, dan heb je geen afgelast van de uitlaatgassen. Nee. En over uitlaatgassen, ik heb het nog even over... dieselauto's. En als ik het woord dieselauto zeg, dan raken de meeste mensen helemaal in paniek. Nou nee hoor, en ik heb nog steeds een diesel. Die raken helemaal in paniek. Die oude maar rokende ik heb ooit eens met mensen gesproken van BMW. En die hebben dieselmotoren ontwikkeld. Die zijn schoner dan, ik weet niet wat, er komt bijna geen enkel, er komt wel wat uit, maar die zijn heel erg schoon, schoner dan schoon bijna. Maar die mogen niet meer gemaakt worden, omdat diesel, dat staat op de verboden lijst. Ja. Diesel zou nu gewoon, dat is met de meeste technieken, je verzint iets en het wordt alleen maar beter, beter, beter. Mensen blijven het verbeteren. Ik zeg tegen jou, kijk... ik heb er echt serieus over nagedacht dat ik in de toekomst dat ik zeg van nou weet je wat we doen? Ik koop gewoon een elektrisch voertuig erbij. En ik blijf gewoon een fossiele brandstofauto houden. Want ik werk buiten de stad. Ja. Ik heb gewoon een auto nodig. Ja. Ik zou met de metro kunnen, maar dan moet ik 4 keer overstappen. Terwijl ik dan op het industrieterrein ben waar ik mijn bus moet halen. Ja, dat is wel Is... En in de toekomst gaan er misschien ook nog wel andere dingen gebeuren dat ik buiten de stad weer verder ga werken. Ik heb gewoon een wagen nodig, Jack. Nee, maar als dit een keertje geld gaat opleveren, hoeft dat niet meer natuurlijk, hè? Hoe bedoel je? Als de podcast gemist geld gaat opleveren. Maar even buiten dat. Ja. En dan? Dan hebben we alleen een elektrische auto nodig. Dan hebben we tijd genoeg. Dan kunnen we met een elektrische auto een beetje rondtoeren. Ja? Ja. Nee, maar even serieus. Ik heb daar serieus over nagedacht. Ja, ik ook. En ik denk dat ik maar een goede tweedehands elektrische wagen... Ja, luister beste mensen. Het is ook die prijzen die eraan hangen. Ongelooflijk. Er schijnt nu een nieuwe elektrische auto, nieuw prijs. Nou weet ik de prijs niet meer, daar durf ik niet het hand in het vuur te steken. Maar er is nu een hele goedkope elektrische auto. Ik zal het er even bij zetten ook. Dat las ik deze week. Ja? Nieuw? Weet ik niet of die 10.000 is, maar volgens mij... Dat is toch serieus geld? Maar dat voor een elektrische auto, hè?
In het begin sprak je over een rijtjeshuis. Hè? De eerste Tesla's, dat waren behoorlijke prijzen. Ja, dat waren woningen. Dat waren woningen. Ja. Waren woningen. En ja, tegenwoordig zijn die prijzen naar beneden gekelderd. En als je de AWB-gids gaat door, mensen die de AWB-gids hebben, dan zou je eens even moeten doorlezen een artikel. Dat we nu ergens in een veld, in een weiland, volgens mij in Breukelen, staan allemaal leaseauto's. Te staan. Weer van onze grote vriend Musk. Ja, en die staan er allemaal te staan en er wordt niks mee gedaan. Ja, maar ja, ANWB is daar ook weer in wezen geweest om daar eventueel een leuk concept voor een leaseconcept uit te trekken, toch? Als ik goed gelezen heb en gehoord. Ja, zoiets. Maar dan zou je in wezen zou je een auto kunnen, een tweedehands elektrische Tesla zou je daarvoor. Een tweedehands elektrische Tesla. Tesla's zijn alleen altijd elektrisch. Maar dan zou je een Tesla voor €350 kunnen leasen. Dat is toch bizar. Ja, maar ja, dat gebeurt niet, want we zitten met de markt. Het is allemaal marktwerking. Maar zou je dan ook een leaseconcept kunnen maken voor het podcast Gemist? Zullen we dat kunnen doen? Oh, wat wil je? Nou, huren we zo'n Tesla, leasen we dat. Maar we hebben nou nog. Als het dadelijk een beetje gaat lopen, ik vind dat. Ik wil best. Nee, dat ik wil best. Een Tesla. Tesla? Nee, ik wil geen Tesla. Op het zakelijk vlak, ja, nee. Waarom niet? Nee, als die dingen daar toch staan weg te rotten, gewoon. Nee, wil ik een Mini. Nou, dan neem jij een Mini, neem ik een Tesla. Ik vind een Mini net iets leuk. Ik vind een Tesla, heeft zoiets van, ik rij een Tesla. Nee, kijk, heb ik helemaal niet. Ik vind juist, Tesla is ook wel een beetje het comfort. De bolide, daar komt ook wel wat aanrijden, Jack. Nee, serieus, daar ben ik het niet met je. Mini is ook leuk. Nee, vind ik maar ik vind Tesla toch meer de uitstraling hebben. Voor wat wij doen, wij zijn toch wat brutaler. Ik vind een Mini wat brutaler. Maar een beetje ruimte ook. Ruimte, we zijn met z'n tweeën, zitten voorin en achterin, die bank gooi je neer. Die is iets verlengd. Nou, dat zou best wel Countryman kunnen. Countryman Mini, Hey, goed. Terug naar de elektriciteit, Jack. Die elektriciteit. Ja, dat het probleem is dat huizen niet meer. Fabrieken kunnen niet meer aangesloten worden op de elektriciteit. Overcapaciteit. Je moet tegenwoordig gaan betalen als je terug gaat leveren aan het net. Zijn ze mee bezig? Ja, maar dat is al zo, hè? Ja, nee, je moet gaan betalen als je gaat terugleveren. Nou, dan zou ik niet gaan terugleveren. Dan zou ik dat ding uitzetten. En het nieuwste is dat je een thuisbatterij gaat nemen. En in het Ajax-stadion, ik ga nu even in de regio Zuid-Holland het woord Ajax even noemen. In het Johan Kijk uit wat je zegt. Ja, maar in het Johan Cruijff-stadion. Daar staan nu oude accu's van auto's die niet meer gebruikt worden. Die niet meer gebruikt worden. Die niet goed genoeg zijn voor de auto, die staan daar allemaal. En die staan aan de zonnepanelen die bovenop het Johan Cruijff-stadion ligt, die staan die op te laden. Ja. Kijk, dan is het handig. En ze zijn nu bezig ook met thuisbatterijen. Dus ja, we krijgen een heel andere concept. Andere flow. Ja. Maar komt dat weer een keer in een goede, positieve flow dan? Nou, op het moment dat het... Als die overhang een beetje normaal... Want we zitten nou in een driespoor zitten we natuurlijk. Nee, op het moment dat het werkt... En elektriciteit en gas en naar groen. Nee, maar op het moment dat het werkt, dan komt er iets nieuws. Bizar, hè? En dat nieuwe is er al. Dat is gewoon de waterstof. Blijf nog even over die waterstof. Er zijn al waterstofketels, er zijn waterstofauto's. En dan zei jij, die taxis wereld in Den Haag, die werken nog niet helemaal goed. Maar het is een kwestie van tijd. Het rijdt al waterstofperoxide. Ja, maar het rijdt. Het is een kwestie van ontwikkelen. Er wordt nu heel veel geld gestopt in die elektrische auto's. Maar straks... het elektriciteitsnet kan het niet meer aan. En dan zal het toch weer iets anders moeten worden. Want het elektriciteitsnet kan het niet aan. Dus. Tot slot. Ga door, sorry. Nee, maar mijn stokpaardje, het is hartstikke leuk. Maar op het moment als iedereen het gaat gebruiken, gaat fout. Dat is nog steeds het punt. Je moet het allemaal gefaseerd. Op meerdere paarden moet je wedden. Er zouden meerdere dingen moeten zijn. Ik had het nog even met Andrea erover. Vroeger had je gewoon benzine en toen kreeg je speciale benzine. Normaal en de super. En toen hadden mensen zo'n auto gekocht waar alleen maar die nieuwe benzine in kon. En die zaten dan in het buitenland te zoeken waar is zo'n pomp. Je blijft die dingen altijd houden. Ja. Met vernieuwingen is hartstikke leuk. USB-aansluitingen, nog even wel elektriciteit. Tegenwoordig hoef je alleen maar je snoertje mee te nemen. Je hoeft niet meer je stekker mee te nemen. Die kan je overal in. Pluggen. Ja. Het is. En tegen de tijd dat weer werkt, is er weer iets nieuws.
Nou ja, goed. Ik blijf dan toch... Kijk, als ik naar achter kijk... Die dingen draaien, hè? Deze... Ja. Misschien over 10 jaar wel in je eigen achtertuin. Ja, en wat was er nou ook weer niet mee? Met die dingen worden steeds groter. En die, wind, die wieken, daar was iets, geloof ik, mee. Daar kunnen ze niks mee met afbreken of zo. Er was iets met die wieken of zo. Dat is dan weer milieuverontreinigend of zo. Ik weet niet precies. Het zijn er van een bepaalde asbest. Ja, ik weet niet precies hoe dat was. In ieder geval, er was iets mee. Want mensen, die wieken worden ook steeds groter. Ik kijk in de camera. Hartstikke bedankt voor het kijken. En hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wij komen er niet uit. We blijven toch een bepaalde rode draad bij ons in onze gedachtes lopen betreft elektriciteit. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag, wat er nog van over is. En wij bomen nog even verder over elektriciteit. Bomen over elektriciteit? Ja, want het blijft aan de gang. Heb je dan een elektrische boom?